De passer. Hoe werk je daar nou mee? In deze video leg ik je dat graag uit. Als ik een nieuwe passer koop, heb ik eigenlijk vaak één probleem. Namelijk dat de pootjes zo makkelijk uit elkaar gaan. Als ik dan een cirkel probeer te tekenen, wordt het eigenlijk meer een spiraal dan een cirkel. Daarom, wat ik doe bij een nieuw passer, is een schroevendraadje pakken en de schroefjes aan de achterkant van de passer even goed vastdraaien. Zodat de pootjes niet meer uit elkaar gaan. Het tekenen met een passer is nog niet altijd even makkelijk. Want hoe hou je nou zo'n passer het beste vast? Ik denk daarbij altijd aan het geldgebaar. Dit doe ik eigenlijk ook als ik een passer vasthoud. Alleen dan met deze tussen mijn vingers. Zelf vind ik het ook fijn om de passer een klein beetje scheef te houden als ik hem draai, zodat hij eigenlijk achter mijn hand aankomt. Zoals dit. En zo heb je een prima cirkel. De afstand tussen de twee pootjes bepaalt hoe groot de cirkel wordt. Dit noem je de straal. Dit is de afstand tussen het midden van de cirkel tot aan de rand. Of ook hoe ver de passerpunten uit elkaar staan. Als ik het werken met de passer een beetje onder de knie heb, dan kan ik er ook best leuke dingen mee maken. Dit soort dingen zijn ook leuk om te oefenen in je schrift. Wil je je passer goed gebruiken, hou hem dan netjes. En berg hem altijd weer op in je doosje, zodat je hem lang kan gebruiken. Na een beetje oefenen heb je het werken met de passer zo in de vingers. En voordat je het weet ben je uren bezig om met de passer de meest fantastische figuren te maken. Wil je nou meer wiskunde met ons oefenen? Volg ons dan op Instagram en abonneer je op ons YouTube-kanaal.